Hey, what's up? Vandaag hier heerlijk ontspannen, hier in het Klingendaalpark, hier in Den Haag. En vandaag is mijn vrije dag. Een paar taken gedaan vandaag, maar vooral ook eventjes lekker kunnen relaxen. En daarom wil ik ook deze korte boodschap met jou delen vandaag. Om jezelf toe te staan om te kunnen ontspannen. Wat ik namelijk zelf heel erg heb gemerkt is hoe meer verantwoordelijkheden je krijgt in je leven en ook hoe meer succes je creëert, hoe meer stappen je zet, misschien in je carrière of op sportgebied of op andere gebieden, hoe meer impulsen er vaak op je afkomen. Hoe meer mensen aandacht van je vragen, hoe meer verantwoordelijkheden je krijgt en hoe lastiger het soms kan zijn om jezelf even te vertellen van hey, het is oké om even te ontspannen. Ik mag gewoon eventjes tijd voor mezelf nemen. Ik merk zelf dat het soms best een uitdaging kan zijn, omdat zeker als ondernemer heb je natuurlijk zelf de volledige verantwoordelijkheid voor alles wat er in je bedrijf gebeurt. En als een aantal dingen niet helemaal lekker lopen, dan kun je al snel zoiets hebben van, nou weet je wat, deze week sla ik mijn rustdag even over en deze week ga ik nog eventjes door. Of deze maand sla ik mijn rustdag even over, of dit jaar sla ik mijn rustdag even over. Dat zou in een heel extreem geval zou dat het geval zijn. Maar het is zo makkelijk om eventjes die rust aan de kant te zetten. Om eventjes te zeggen, weet je wat, ik ga nog eventjes door. Ik werk nog eventjes een dagje extra. Ik doe nog eventjes dat extra project. En hoewel er in de korte termijn vaak helemaal niks mis mee is, sterker nog, het kan soms fantastisch zijn om net die ene stap extra te zetten. En soms kan het ook nodig zijn om even een weekje die rustdag over te slaan en eventjes door te pushen en eventjes die extra stap te zetten. Alleen wanneer dit week na week, maand na maand, jaar na jaar gebeurt, dan kan het op een gegeven moment ertoe leiden dat je lichaam, als het ware, in een staat van overstress komt. En ik zie dat altijd een beetje alsof je batterijen op een gegeven moment nog maar op 5% zitten. Ja, en dan elke nacht kun je die batterijen eventjes opladen. Alleen op een gegeven moment zijn die batterijen zo leeg dat je eigenlijk s'nachts nog maar tot 10% oplaadt. En dan heb je van 10% ga je weer naar 5% en dan ga je weer naar 10% en dan ga je weer naar 5%. En dan ben je eigenlijk heel erg aan het struggelen om het maximale uit je lichaam te halen. Om constant als het ware te vechten tegen die vermoeidheid, te vechten tegen die pijn die je misschien ervaart in je lichaam. Omdat je constant maar door aan het gaan bent. Terwijl wat als je die batterijen gewoon een keer echt zou opladen? Wat als je gewoon een keer echt zou zeggen van weet je wat, ik neem nu eventjes die rust die ik verdiend heb, waar ik zo hard voor gebikkeld heb. En ik neem even een momentje voor mezelf. En ik laat die batterijen eens op totdat ze weer op 90% zijn. Of misschien zelfs op 100% zijn. En eens kijken wat ik dan neer kan zetten. Hoe mijn performance daardoor veel beter wordt. Hoe ik veel meer kan presteren. Nou, deze boodschap spreek ik eigenlijk vooral uit voor mezelf. Omdat ik weet dat ik hier zelf de afgelopen jaren regelmatig tegen de lamp ben gelopen en ik weet zeker dat als ik het zelf zo vaak heb ervaren, dat er ongetwijfeld meer mensen zijn die dezelfde valkuil in zijn getrapt. Ten slotte in onze westerse wereld is productiviteit wordt heel hoog op een voetstuk gezet. Wat op zich hele mooie gevolgen heeft, alleen wat ook hele nadelige gevolgen kan hebben. Dus naast productiviteit ook gewoon even genieten, ontspannen. En het fijne is, wat ik zelf in ieder geval merk, is als je hier zo in het bos bent en je loopt rond, je luistert een beetje naar het gefluit van de vogels en je kijkt een beetje naar de verschillende bomen en de planten en de bloemen. In het begin kan het brein nog heel erg druk zijn, heel erg druk aan het praten, heel erg op zoek naar impulsen. En wat we normaal gewend zijn om misschien door Facebook of Instagram te scrollen en allerlei impulsen, allerlei prikkels de hele dag op ons af te krijgen. Daar merk ik altijd dat als ik zelf in de natuur ben, of even helemaal gericht ben op die ontspanning, dat die prikkels en die drukte in het brein steeds lager wordt. Ik heb eerder video's gemaakt ook over dopamine en de sensitiviteit voor dopamine die ons brein kan hebben. Als we constant prikkels krijgen, dan wordt ons brein krijgt eigenlijk steeds meer behoefte aan steeds meer dopamine prikkels om nog dat gevoel van het gevoel van voldoening als het ware te hebben uit die dopamine. Terwijl wat ik juist merk is door zo eventjes natuur in te gaan, dan voel ik als het ware dat die dopamine sensitiviteit in mijn brein steeds lager wordt. En ik steeds meer kan waarderen die kleine dingetjes. Die vogel die aan het fluiten is, die bloemen die je daar ziet. Waar je eerst misschien
zo voorbij zou lopen en zo zou negeren. Dat wordt plotseling wordt het in één keer interessant. En in één keer heb je zoiets, hé, wat mooi eigenlijk. Wat bijzonder. Dus, dat is mijn boodschap voor jou vandaag. Geniet van je dag en tot snel. Ciao.